Tijdens de economische missie naar de Golfregio hebben prins Willem-Alexander, prinses Maxima en staatssecretaris Heemskerk een bezoek gebracht aan Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De Golfregio ontwikkelt zich snel. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de Palmeilanden, even verderop voor de kust van Dubai. De stad Abu Dhabi staat een metamorfose te wachten. De denktank van de Nederlandse architect Rem Koolhaas speelt hierbij een belangrijke rol. Eerder beschreef hij de ontwikkeling in de golf in de zogenaamde Almanak. Inmiddels een standaardwerk onder architecten en ontwikkelaars. Abu Dhabi sponsort nu de tweede editie hiervan. Wat gebeurt hier is misschien de meest radicale, snelle modernisering die de wereld ooit gezien heeft. En dat lijkt van buitenaf een soort homogeen systeem. Maar wat we in de eerste almanak geconstateerd hebben is dat als je naar Qatar kijkt, naar Dubai kijkt, naar Abu Dhabi kijkt, dat er totaal verschillende eenheden zijn met verschillende stijlen, verschillende sympathieën, maar ook hele verschillende mentaliteiten over hoe ze zichzelf veranderen. Zijn deze ervaringen die hier opgedaan worden toe te passen in andere steden, in andere werelddelen eventueel? Nou, er is een enorme export van de modellen die hier ontwikkeld worden naar islamitische landen, naar Pakistan, naar India, naar Maleisië, naar Tunis, Libië en Marokko. Dus het is zeker, dat is een van onze redenen waarom we willen begrijpen wat er gebeurt hier. Omdat er op enorme schaal wordt geëxporteerd. De tweede editie van Almanak zal begin 2010 verschijnen.